The badass selfie, the exotic travel selfie, the I have so much friends selfie. Iedereen kent ondertussen de zelfportretten die de sociale media overspoelen. Iedere dag maak ik wel een selfie van mijn eigen. En, of zelfs twee of drie. En dan kies ik daaruit voor een keer op Facebook te zetten. Ik maak eigenlijk gewoon selfies met vrienden, dat is leuk. Die selfies zijn eigenlijk een soort experimenteren met hun voorkomen, met hun uitschijning. Of... Zo, alle meisjes die doen dat zo meer dan jongens, denk ik, omdat ze gewoon... Ja, ze maken zich graag mooi en dan trekken ze foto's van hunzelf voor veel likes te hebben op Facebook en zo. En gewoon, voel je daar beter door. Dat wij ze zelf nemen, heeft gewoon te maken met het feit dat wij nu allemaal continu een fototoestel bij de hand hebben, onze smartphone. En dat we eigenlijk van onszelf ook wel foto's nemen. En zeker jongeren. Met je gsm zo, je voorcamera gebruiken. En dan kijkt je zo graag naar je eigen. En trekt je zeker 10 foto's naar elkaar om te beslissen. Ik vind dat vrij wijs. Het is het woord van het jaar 2013. Maar heeft de selfie wel nog een toekomst? Selfies zijn oké als je het zelf leuk vindt. Als je het zelf wil doen. Maar selfies in de spiegel, dat is marginaal. Vroeger, toen ik jonger was, heb ik dat wel gedaan, op Facebook bijvoorbeeld. Maar met ouder worden doe ik dat eigenlijk veel minder of niet meer. Het feit van de selfie wat onpopulairder aan het worden is, dat is wel eerder, denk ik, van ja... We hebben het nu wel gehad, we hebben het nu wel gezien. De oppervlakkigheid van dat narcisme, dat sociale narcisme, wil ze een beetje meer doorprikken door meer in de diepte te gaan met de posts en foto's. Trendwatchers voorspellen de unselfie als nieuwe trend. Unselfie, nog nooit van gehoord? Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. De unselfie, dat is eigenlijk een fenomeen dat is gelanceerd in de VS op Giving Tuesday, vorig jaar in december. En dat is eigenlijk een foto van jezelf, waarbij dat je een blad voor je gezicht houdt en daarop zet van... dit is het goede doel dat ik steun. Maar de unselfie stoot de selfie nog niet meteen van zijn troon. Ik denk niet, dat gaat niet verdwijnen. Dat gaat niet verdwijnen. Maar er komen veel creatievere vormen eigenlijk. Bijvoorbeeld profielfoto's waarbij dat het gezicht niet zichtbaar is, zich aan populariteit winnen. Het lijkt erop dat we de selfie voortaan nog niet uit ons sociaal leven moeten bannen.